het akkoord in Gent zijn er wel degelijk een aantal correcties opgenomen door mensen eigenlijk ofwel een slooppremie te geven, ofwel richting een gratis abonnement openbaar vervoer voor een bepaalde tijd, ofwel voor een deelauto bijvoorbeeld. Er wordt van alles voorzien. Maar wat ik niet begrijp is dat je zegt van dit is sociaal niet rechtvaardig. Op dit moment in België sterven een kleine 12.000 mensen per jaar omwille van slechte lucht. Waar wonen vooral die mensen? In steden. In sommige steden kan je zelfs mensen die in, laten we maar zeggen, kwetsbare buurten wonen, hebben een verhoogd risico. Het is per definitie een sociale maatregel door voor hen de luchtkwaliteit te verbeteren. En ik ga een Gentse burgemeester citeren, Daniel Termont. De belangrijkste wegen zijn eigenlijk uw luchtwegen. En als we daar een verbetering op... Ik zou het als politicus niet kunnen over mijn hart krijgen van elk jaar die cijfers te zien. Zoveel mensen die sterven omwille van de slechte luchtkwaliteit en vervolgens niks te doen. We zijn daar trouwens ook niet uniek in. Heel wat steden in Europa zijn op dit moment die stappen aan het zetten, hebben die gezet en hebben ook robuust alternatieven voorzien. Kijk naar een stad als Bordeaux. 15 jaar geleden, een ramp van een stad. Je kon parkeren met de auto, bij wijze van spreken, tot in het centrum. Vandaag... Auto's zie je daar nog nauwelijks. Het is een tramstad, het is een busstad. Je geraakt daar weg binnen de paar minuten. Waarom hebben ze dat gedaan? Omwille van de luchtkwaliteit en de luchtwegen van hun inwoners.